Ja, en dan heb je het zover, dan komt de laatste dag van het jaar in zicht en dan worden er natuurlijk allerlei plannen gemaakt. Hoe komen we die avond voorafgaande aan de klok van 12, hoe gaan we die doorbrengen? En ja, dat kan op vele manieren. Maar vroeger, en dan pak ik er een foto bij uit het oude archief dat we hier nog hebben van de familie. Toen, in die periode van het plaatje, praatje bij het plaatje wat u hier ziet. Ik denk dat ik zelf toen een jaar of 10 of zo was, misschien ietsje ouder, ik durf het niet meer te zeggen. Dan gingen we met de familie naar de plaats waar de meesten vandaan waren gekomen, waar de meesten waren geboren. En dat was dan de Kijkuit, boerderij de Kijkuit in Lepelstraat. En daar kwamen we bijeen. En dan kwamen we al vrij op tijd. Maar hoe ging dat in zijn werk? Nou, heel gezellig. We gingen gewoon lekker aan tafel zitten. Grote tafel in het midden. Met daarop een zeiltje voor alle zekerheid, omdat er misschien geknoeid zou worden en dat dan het tafelkleed zou worden bevuild. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. En dan gingen we daar met elkaar en praten en van alles en nog wat. En let wel, er was nog geen tv op het moment dat we dit plaatje nu laten zien. Met andere woorden, we werden ook niet afgeleid door oudejaarsconferences op de tv. Je had natuurlijk wel, geloof ik, Wim Kan in die periode al. Maar voor de rest was het toch grotendeels dat je elkaar bezig hield. Niemand had natuurlijk een mobieltje, dus het was ook geen gedoe met allemaal schermpjes kijken en fotootjes uitwisselen. Maar toch werd er wel een foto gemaakt en die foto hier is toch wel bijzonder. Want ja, die tekent een beeld, die geeft het ook helemaal weer aan de tafel zoals je ziet wat er allemaal op staat. En hoe ging dat dan toe? Nou ja, je keek natuurlijk heimelijk geregeld naar de klok. En de klok in dit geval, dat was een pendule die we hier toevallig niet op de foto zien, maar die stond op de schoorsteenmantel. En die pendule liep naar me, mochten aannemen, ongeveer gelijk met de wereldtijd. Maar om voor alle zekerheid toch niet te vroeg of te laat op te staan om elkaar een nieuwjaar te wensen, werd de radio tegen die tijd wel aangezet, zodat je het tijdsein van 12 uur precies kon vatten. Maar goed, dan ging het gesprek zo de hele avond gezellig door. Er werd een stevig borreltje gedronken, een brandewijntje met suiker of een jong klaartje. En mijn grootvader dronk altijd een vieux, dat is een soort cognac die men zo noemde, maar een vieux. En nou, we maakten ons. En dan op het moment dat dan de klok 12 zou gaan slagen, dan keken we allemaal heimelijk naar die pendule. Want dat je dacht, nou ja, wie wil de eerste zijn? Er werden al enige zenuwen zichtbaar, want ja, dat was toch altijd het moment waarop je van het ene jaar naar het andere ging, terwijl je niet wist wat het zou gaan brengen. De zakdoeken werden al min of meer bij de vrouwen in gereedheid gehouden, omdat toch wel een traan zou kunnen vloeien. En dat gebeurde nog alles, dat gebeurde vaak met zulke dingen. En dan was het zover, dan kwam het moment dat de pendule begon te slaan. 12 slagen. Maar voordat hij uitgeslagen was, was iedereen al opgestaan en probeerde iedereen de hand te schudden, te omhelzen en te kussen. Soms dikke natte kussen. Het moest er allemaal maar bij. Het hoorde er allemaal bij. Het was allemaal heel goed gemeend. Iedereen die aanwezig was op dit plaatje wat u ziet, daar waren we allemaal ja, in vrede en vol met, ja, met goede voornemens voor het nieuwe jaar. En ja, dan was het zover. Dan werden er natuurlijk de goede wensen uitgesproken. En we zetten voor alle zekerheid de radio wat harder om er zeker van te zijn dat we het juiste tijdstip hadden gepakt. Zodat we natuurlijk niet te vroeg of te laat waren. Er was geen vuurwerk in die periode. Nee, misschien was er hier en daar wel wat vuurwerk. Maar op de Kijkuit, daar was natuurlijk de stilte van de nacht volkomen aanwezig. En er waren ook niet veel mensen die daar woonden, dus men had ook van elkaar helemaal geen last wat dat betreft. Het was natuurlijk een intiem familiefeestje. Het is toch wel leuk om op die foto, om eens even te kijken wie er allemaal waren. Dus we gaan eens even van links naar rechts. Degene die we het allereerste zien, dat is Anna Schot. Die is geboren op die Kijkuit. Ze is overigens vorig jaar overleden op een bijna 100-jarige leeftijd.
op een maand na, nog minder dan een maand, ja, jammer dat ze het net niet gehaald heeft. Het jonge meisje dat je daartussen ziet, dat is mijn zusje, mijn zus Jannie. De vrouw daarnaast, dat is Anna van Dessel, van Dessel van de drankenwinkel in Halsteren. Wannes, haar man, zien we niet, want we denken dat hij op dat moment juist de foto aan het maken was. De jongen die daartussen zit, overigens moeten we er wel bij zeggen dat ook Anna van Dessel overleden is natuurlijk. Het is lang geleden dit plaatje. En dan zien we daar die jonge man daartussen, dat is Melis van Duivendijken. Melis van Duivendijk van de scheepswerf in Tolen. En Melis is helaas ja, ook overleden. Wie we daar dan naast zien, dat is onze grootmoeder. Dat is opoe Schot, zoals we zeiden. Maar haar familienaam is Jeanne van Koeveringen. Een Zeeuwse uit de zak van Zuid-Beveland. En dat was de boerin op boerderij. Die kijk uit, zo moet je het zien. Hè? Want uiteindelijk waren ze op dat moment natuurlijk wel geen boer meer. Maar ze was wel de boerin. En dan zien we daar verder dat manneke dat daar rechtop staat met zijn stropdasje. Dat ben ik. Dat ben ik. Me, myself, zouden ze zeggen. En als ik het goed zie, had ik een glaasje in mijn hand of ik had een sigaret tussen de vingers. Nou, het zou allemaal toch wel erg vroeg zijn, zou je denken. En daarnaast zie je mijn moeder zitten. Kijkt altijd ernstig bij zulke momenten. Want ja, dat zat nou helemaal in haar hart. Vrolijk mens verder, maar als zulke momenten, dan had ze altijd, werd ze toch wel behoorlijk emotioneel. De man die daar zit met zijn stropdas, zwarte stropdas, opa. Opa Schot, Hendrik Schot. Boer geweest op boerderij de Kijkuit. En hij had natuurlijk zijn bedrijf overgedaan aan mijn oom, Karel van Wezel, die we overigens hier net niet op de foto zien. Maar we kunnen er straks misschien nog een bij halen waar hij wel op staat. En dan heb je dat meisje met die strik. In die tijd werden strikken natuurlijk nog veel gedragen. Hè? Een mooie grote strik bovenop het hoofd. Dat is Jannie van Duivendijk, de zus van Melis van Duivendijk. En helaas ook Jannie is net overleden. En natuurlijk opa Schot ook. En de vrouw die daar net boven zichtbaar is met die bril op, dat is Corrie Schot. Ook geboren op de Kijkuit. Ook een dochter van Hendrik Schot en van Jeanne van Koeveringen, opoe en opa Schot. Ja, zij is ook overleden. En dan de man, daar helemaal bovenaan, met zijn, ja, toch weinig haar op zijn hoofd. Ome Dirk, buitengewoon een joviale man, vriendelijke man. En hij had altijd de gewoonte, als ze op zulke bijeenkomsten waren, en het werd extra gezellig. En hij dronk altijd zijn brandewijntje met suiker. Dat was het liefste wat hij dronk. Brandewijntje, brandewijntje met suiker, zei hij dan, op zijn tools. En dat dronk hij met genoegen. En hij kon ook heel mooi zingen, want we deden ook wel eens als het op andere gelegenheden, als er een feestje was, dan kon hij. En zijn liedje wat hij dan favoriet altijd zong was Kleine Greetje uit de Polder. Kleine Greetje uit de Polder. En hij wist dat heel mooi te brengen. En dan de man die we hier voorin zien zitten, dat is mijn vader, onze vader, Koos van Wezel, Jacobus van Wezel. En was natuurlijk ook altijd prominent aanwezig. En zijn broer Karel, die had de boerderij. Dus dat was zo'n beetje alles wat er op zo'n avond aanwezig was. Ja, en dan willen we natuurlijk het beeld, om het beeld toch een beetje helemaal compleet te maken, hebben we hier de foto. Je ziet het, was even speciaal ervoor gaan zitten, want ja, het was dan toch nieuwjaar natuurlijk. En dan zie je die dochters, die drie dames, dat zijn alle drie dames, dochters die op de boerderij die Kijkuit werden geboren. En van links naar rechts is van links tante Corrie. Recht in het midden is mijn moeder, Wilhelmine Schot. En helemaal rechts is Anna Schot. En dan de mannen die daarbij zitten. Dat is helemaal links Dirk van Duivendijk, was getrouwd met Corrie Schot. En daar in het midden is Koos van Wezel, getrouwd met Wilhelmine Schot, mijn ouders. En dan helemaal rechts zien we Karel van Wezel, broer van Koos van Wezel, getrouwd met Anna Schot. En ja, die hoorden natuurlijk eventjes, hebben ze even apart gezet, omdat ze op die andere foto uit beeld, niet allemaal in beeld waren gekomen. Maar nogmaals, je ziet, het brak ons aan niets. Aan de tafel stond van alles te drinken, te roken. En in die tijd, moet je niet vergeten, was het ook altijd nog zo dat er boven, dat op de tafel stond volop rookwaar, want er was geen man die niet roken kan. Dus volop sigaretten, volop sigaren. En ja, op een zeker moment kon je dan de rook snijden. Maar in die tijd had nog niemand gehoord dan het feit dat roken schadelijk zou kunnen zijn.
Ja, en dan tot slot nog even dit plaatje, wat we natuurlijk ook niet graag zouden missen in die bijeenkomst. Opa en opoe Schot, onze grootouders op de kijk uit. En wie zien we dan? De kleinkinderen die in Nederland waren, want vergeet niet, ze hadden natuurlijk een dochter en een zoon wonen in Australië. Maar ja, die waren daar natuurlijk niet bij op dit moment. En dan zien we links Jannie van Duivendijk. Daarnaast opoe Schot. Daarboven Melis van Duivendijk uit Tolen. Dan daartussen mijn zusje Jannie van Wezel. Opa Schot. En ja, helemaal rechts, kan niet missen, dat ben ik, me, myself, Rinus van Wezel. Ja, en zo brachten wij dan oud en nieuw door met z'n allen. En gingen we op de fiets weer terug naar huis, naar de Ooievaar, naar boerderij de Ooievaar, waar we zelf woonden. Want een auto hadden we nog niet in die tijd. En we deden alles gewoon netjes op de fiets. En er was ook geen alcoholcontrole. En als we dan van de kijk uit door de oude Bijmoer terug naar de Ooievaar reden, hoefde je niet bang te zijn voor politiecontrole, maar wel voor het feit dat je je stuur goed vast moet houden om niet onverhoeds de sloot in te rijden. Want ja, soms zag je wel eens twee wegen vanwege één. En dat was dan wel te danken aan een borreltje. Dank u wel en we hopen ook dat u allemaal een vrolijke en gezellige oudejaarsavond heeft en een buitengewoon goed nieuw begin. Dank u wel.